Jos, want je kijkt een gloednieuwe video. Dit gaat maar 10 worden. Nou ja, je ziet eigenlijk helemaal nog niks op het scherm, maar het gaat echt heel erg ziek worden. Ik heb hem niet zelf gemaakt. Ik ben echt heel slecht in squats maken. Daarom had ik ook jullie hulp gevraagd. Maar je ziet al linksboven in Danny H. staan. Dat is een vriend van mij. En die kan echt super goed squats maken. En die heeft wel meerdere squats voor mij gemaakt. Dus ja, ik ben er niet zo goed in. En hij is er super goed in. Dus ik ga alvast zeggen, ik kom nu toe nog, wat is het, 2 mil, 1,5 mil kom ik tekort. Maar dat gaat denk ik goed komen, 3 watts. En misschien zet ik nog even 100 euro erop of 12k FIFA points. Dus ik denk wel dat het uiteindelijk goed gaat komen. En ik moet het andere team ook nog verkopen nog steeds. Ik zal straks ook het team laten zien wat ik voordat ik alles verkocht, mijn hele team verkocht had. En dan dit team ter vergelijking van wat voor verschil het eigenlijk is omdat ik mijn team op tijd verkocht heb. Of ja, of jullie het ook harder vinden, dit team. Dus, we gaan snel door. De eerste wat het gaat worden, die weten jullie waarschijnlijk al. Dat wordt Edwinnetje van der Sar. Edwinnetje van der Sar, die gaat het doel op. Dus ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen. In de Eredivisie had hij het heel goed voor mij gedaan. Dus ik denk dat Yassin is de beste keeper momenteel, Prime Yassin. Of misschien Allison, Totti Allison, maar Prime Yassin, die heb ik nu bij de Eredivisie op doel staan. Maar nu Van der Sar. En hier gaat natuurlijk, kan er maar één man komen. Dat is Varane. Kan daar komen. Ik hoop eigenlijk dat ik zijn playerpick nog krijg. Zijn 87 reden, want die kan ik er nog in bewerken. Maar het zou wel super dik zijn als ik zijn playerpick krijg. En op de linksback komt er Fidmas Mendy. Is voor mij gewoon de beste linksback momenteel die er is. Misschien Totti Robinson, maar die heb ik niet geprobeerd. Maar Mendy, die is gewoon fucking hard. En ik gebruik hem ook in de Eredivisie. Dus ja, hij is gewoon fucking hard, man, Mendy. Hier gaat Virgil komen. Heb ik nog niet gehaald. Maar dan gaat hij wel komen. Want hij is nu 400-500k of zoiets. Maar stel, ik heb niet genoeg muntjes uiteindelijk. Dan moeten we daar even een oplossing voor verzinnen voor dit weekend. Want volgende weekend zou ik hem waarschijnlijk sowieso kunnen halen. Dus een tijdelijke oplossing. Moet wel goed komen, denk ik. In ieder geval op de rechtsback gaat dan komen Cancelo. Goed uitspreken, Cancelo. Die gaat op de rechtsback komen. En dan zei ik eigenlijk, deze man wil ik niet hebben op die positie. Deze man wil ik niet hebben op die positie, want hij is eigenlijk niet goed genoeg. Maar daardoor, als ik deze man ga gebruiken, kan ik daardoor wel 2 hele zieke spelers gaan halen. Dus dat wordt wel leuk. Dat wordt zeker leuk. Hier gaat dan Neymar komen. Dat lijkt me wel voorspelbaar. Hier komt Dembele. En dan voel je me al een beetje aankomen wie hier en hier gaat komen. En het is echt fucking gruwelijk dat ik deze spelers kan halen. Hier gaat dan. Even kijken, moet ik hem eerst in concept zetten. Even kijken. Hier gaat dan Totti Frenkie de Jong komen. Ik denk echt dat hij fucking hard gaat zijn. Hij gaat ook mee opkomen naar voren. Nou ja, of in ieder geval, ik wil dat hij mee opkomt naar voren. Maar hij heeft niet de workrate ervoor. Maar alsnog, normal high. Ik denk wel dat hij het goed gaat doen. Zijn verdedigend inzicht is gewoon 88. Staan en tackle 88. Aanvallen is ook fucking ziek. Is afmaken 87. Schotkracht 92. Schotkracht is dit jaar echt super belangrijk. Maar ik denk dat ik zijn pace iets ga boosten. Zijn schotkracht iets ga boosten. En misschien iets qua lenigheid. Dus volgens mij heb ik sniper of iets in die richting nodig. Ik heb er geen idee wat voor kaart of iets ik nodig heb voor hem. Maar we gaan in ieder geval achterkomen. Ik denk misschien niet eens een dribbelboost. Dribbel is eigenlijk al best wel hard. Maar ik denk ze misschien een aanvallend kaartje erop zetten of zoiets. Misschien iets van jager of zo. Maar ja, in ieder geval Frenkie de Jong gaat erin komen. Die gaat er sowieso in komen. En dan hebben we natuurlijk Eusebio, die had ik al gehaald. Dus daar komt Eusebio. En hier komt natuurlijk dan het fenomeen. Ik moet hem gewoon hebben. Tot die Mbappé. Luister, ik ga hem denk ik waarschijnlijk iets te duur halen. Ik wil hem eigenlijk voor 5,7 wil ik hem gaan halen. Ik denk dat het een mooie prijs is voor hem. Op dit moment dan. En Frenkie hoop ik voor 1,8, 1,9 te halen. Dat vind ik ook wel een mooie prijs voor Frenkie. Maar
Ik heb dus nu 7 miljoen. Ik moet het andere team nog verkopen. En dan kom ik op 8 miljoen uit. En dan heb ik niet eens te verdedigen. Dus ik moet even kijken. Ik moet sowieso die twee Totti's hebben. Totti Frenkie en Totti Mbappé. Weet je wat het is? Mbappé gaat het hele jaar gaat hij gewoon niet meer weg. Dat is gewoon een eindgame kaart. En daarom wil ik hem best iets te veel voor betalen. Dat ik straks een hele hoop verlies maak. Maar ik ga hem toch nooit meer verkopen. Dus voor mij in feite maakt het niet meer uit. Als ik die mama gewoon heb. En tot die Frenkie, ik denk echt dat hij fucking hard gaat zijn. En ik vind het gewoon leuk ook om met Nederlanders te gaan spelen. Dus vandaar tot die Frenkie. En ik zit ook nog te twijfelen over Mané. Misschien 9 gereden Mané. Dus ik heb in ieder geval Dembele gehaald. Want die gaat nog wel iets stijgen, denk ik. Ik heb hem voor, ik zal even laten zien. Ik heb hem voor 830k gehaald. Alleen eens een nadeel van Dembele is zijn conditie is 75. Daarom zit ik nog een beetje te twijfelen. Dus misschien dat ik Mané nog neerzet. Of misschien iets in de aanval of wat verander. Maar nu toe is dit een fucking hard team, jongen. Is dit een fucking hard team. Ik hoop dat ik het kan halen. Ik hoop sowieso dat we player pick Varane gaan krijgen. Want ik kan nog dingen gaan upgraden. Eens wat niet kan upgraden is Sokko voor Vieira, dat is wel jammer. Eigenlijk had ik daar ook niet het geld voor, want dan zie je dat dan wordt het 87 gereden. En ik had natuurlijk tegen jullie gezegd, want jullie hebben echt massaal teams naar mij gestuurd. Echt super ziek. Alleen ik had natuurlijk tegen jullie gezegd van ja, ik wil eigenlijk Sokko niet gebruiken. Maar dus dat is mijn fout dat ik dat alsnog zeg. En misschien had ik ook wel moeten zeggen van ja, ik moet het andere team nog verkopen. Weet je, dat nou, hadden jullie ook misschien iets meer ruimte om een team voor mij te maken. Maar in ieder geval, dit is echt een fucking ziek team. Ik zou even mijn oude team laten zien. En dit waren de oude miertjes. Als je dat ziet. Ik vind het echt een hele zieke upgrade. Gullet, daar ben ik niet zo heel goed mee. Niet zo heel goed mee dit jaar. Dus vandaar dat ik hem ook uit mijn team heb gelaten. Vieira is wel echt fucking hard. Die had ik eigenlijk liefst wel in mijn team gehad. Ronaldo weet ik het niet echt mee. Ik denk wel dat hij een Totti gaat krijgen. Omdat mensen erop konden stemmen. Dus ik denk dat hij nog wel een Totti krijgt. Misschien haal ik hem dan alsnog wel. Maar ja, in het begin van het jaar was hij goed. Of nou ja, prima. En nu ja, heb je zulke goede kaartjes. En dan is hij gewoon echt een stuk minder dan de rest. En dat merk je echt. Want je moet echt heel snel kunnen bewegen. En Ronaldo schiet steeds die bal weg. Of dribbelt niet helemaal lekker. Ik weet niet wat het met hem is. Hij mist iets. Dat hij niet helemaal lekker is in ieder geval. Cruyff is gewoon prima. Maar ik weet niet. Sinds de update of iets wat er is gebeurd in de game. Vind ik hem helemaal niet meer zo fijn. Zoals ik eerst zo fijn vond. Vandaar dat ik 90 Eusebio had. En hier Mbappé die blijft gewoon hard. En Neymar die blijft altijd hard. Dus dit was mijn oude team. Pereira is trouwens ook best wel prima. Is ook best wel hard. Ik zou eigenlijk eerder voor Cancelo gaan uiteindelijk. Maar we zien dat Cancelo zo hard was. Maar anders had ik Pereira nooit gehaald. Maar hij is gewoon prima. Hij is gewoon prima. Het is een beetje een mix tussen Walker en Cancelo in. Dus ik vind hem prima. Maar ik zou eerder voor Cancelo gaan dan voor Pereira, denk ik. Maar als jij dan in de reacties laat weten wat jij of jij het ook zo'n zieke upgrade vindt als dat ik het vind, dan ja man, ik ben echt hyped om met het team te spelen, vooral met de Totti's man. Ik ben helemaal hyped met de Totti's te spelen, maar ik moet wel eerst de Totti's zien te halen. En weet je, verdediging, ja, als ik even Van Dijk niet kan halen, dan is zo be it, weet je wel. Dan zet ik even iemand anders neer die, moet wel even kijken wie ik kan neerzetten dan. Waarschijnlijk moet een naar de Premier League zijn of iets in die richting, maar dat zien we dan allemaal wel. Maar ja, dus ik moet, denk ik, een tijdelijke oplossing moet gaan verzinnen voor Van Dijk, want volgende week kan ik hem waarschijnlijk sowieso halen met de Weekend League rewards. Dus ja man, dit team is ongeveer 15 mil waard. Dus wel fucking ziek. Maar in ieder geval, dames en heren, ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken allemaal. Dus in de volgende video gaan we de Weekend League rewards openen en dan moeten we player pick Rafael Varane krijgen. Player pick deze trouwens first owner. Volgens mij had ik dat al laten zien. Maar moeten we player pick Rafael Varane krijgen, dan wordt het echt, echt heel zacht. Heel erg ziek. 87 reden Varane samen met Van Dijk. Dat is gewoon echt fucking ziek. Ik ben echt fan van Varane. Ja, elk jaar wel, moet ik zeggen. Elk jaar vind ik wel hard in FIFA. Dus ja man, ik hoop dat ik hem ga krijgen. In ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. Laat me weten wat jij ervan vindt en of je misschien nog iets, wat jouw idee is, of je misschien nog de beter zou kunnen veranderen. Want stel, ik vind zijn conditie vind ik heel erg vervelend dat hij zo snel moe is. Want ik heb natuurlijk Neymar en Dembele. Laat me dan weten wat voor vervanger je zou nemen voor Dembele. En dat mag niet te hoog reden zijn. Ik denk dat ik Mané er nog voor neer kan zetten. Dus laten we zeggen 3 rating. 3 rating ongeveer. Dus rond de 90 mag die wezen.
Dus... Toch, hij verandert niet? Nee, hij verandert niet. Dus, laat het mij weten in de comments wat je zou doen. En of je het echt een zieke upgrade vindt. Net zo ziek als dat ik het vind, want ik vind het echt een hele zieke upgrade. Dus, nogmaals hartstikke bedankt voor het kijken. Drop dat blauwe duimpje omhoog. Subscribe natuurlijk op de channel. En hopelijk zie ik jou bij de weekly die was. Dat was 87 verranen.